Die eerste dag van Handex 2014 en bykans 5500 belangrike gaste het die opening bygewoon. Sedert sy ontstaan in 2011 het die expo aansienlik gegroei, nie net wat die uitstallers betref nie, maar ook besoekers. Ons het begin met 200 uitstallers. Ons het gegroei na so 230. Laas jaar was ons 250, vanjaar is ons 327. 18 buitenlandse wapenvervaardigers van onder meer Frankrijk en Italië stal van jaar hulle ware uit. En boonop word verskeie ander buitelewe aktiwiteite van jaar ook ingesluit. Die jaar ook een paar visvang uitstallers wat die type van gereedskap verkoop, visvang gereedskap, bote en die type van ding. Die rede hoekom ons dit gedoen het is omdat visvang is eintlik jag. Elke jagter jag in die winter, miskien in die winter, maar hy vang vis in die somer. Hoewel jag steeds die fokus is, kry sportskiet ook baie aandag. Die SA Jagters en Wildbewaringsvereniging meen die expo doen wonders vir jag en die ekonomie in geheel. Noordwes Universiteit het verlede jaar 'n studie gedoen wat getoon het dat die direkte uitgawes op jag, in ander woorde, dit is net geld wat betaal word aan jagplase of en jagondernemers, ongeveer 7,5 miljard rand was. Vuurwapen en jagliefhebbers het tot maandagmiddag 5:00 om te kom kyk wat die expo bied voordat die jagseisoen in Mei begin. Gerard Pretorius, 1 Nuus, Midrand.